Zeg je, ah, super. Oh, geweldig. Dank je. Zo, dit is weliswaar geen doos. Maar hier had ik een ander idee mee. Ik zeg, ik ben, maar dat hebben jullie best al gehoord, heel vaak bij de IKEA op de een of andere manier. En ik probeer dingen altijd te vervreemden, zoals de Duitsers dat dan zeggen. Dus van iets anders te maken. Dit zijn kussentjes, gewoon om op te zitten eigenlijk, op krukjes te doen. En ik dacht, nou ja, de kerst voor veel mensen toch iets met rood is, dacht ik, het is nu wel leuk om iets met die kussentjes te doen. Wat heb ik hier nou mee gedaan? Hier heb ik weer zo'n taartvorm in gedaan. Ik heb het ook ergens, in die taartvorm, die vind ik heerlijk om daarmee te werken, omdat je ze meer kunt gebruiken. En die heb ik ertussen geplakt, dus een kleinere, niet zo'n grote als die daaronder zitten, maar een iets of wat kleinere. Die heb ik gewoon lijm erop gedaan op die kussens, die heb ik gewoon als een sandwich tegen elkaar aangeplakt. En toen zag ik gisteren dat die eigenlijk een beetje open viel. Nou, ik denk, als ik hier zo sta en ik zeg dat ik er heel veel zin in heb, dan gelooft u mij absoluut niet. Dus hè, dan moet ik ook inderdaad recht staan en hè, dat vond ik bij deze kussentjes ook. Dus ik heb er speldjes in gedaan om hem weer daarbij te krijgen. Speldjes zijn hè, ook onmisbaar natuurlijk. En toen dacht ik van, nou ja, dan zie je die speldjes weer en heb ik opgelost om daar zo'n sisalster erop te plakken eigenlijk. Hè. Dus voor en achter zit er een ster op. Daartussen heb ik dan groen gedaan. Daar heb ik weer steekbuisjes in gedaan. Sorry. Ja. Jullie moeten ook iets zeggen als je niks ziet, hè? Zijn je allemaal te verbergen natuurlijk. Nee, ze hoeven niet alle geheimen uit de keuken te kennen, maar die hebben er natuurlijk wel recht op. Hè? Dus als je die ziet, even zeggen, Jacques, kom op, even laten zien. Ik heb daar een anthurium voor gekozen. Ik had ook zoiets van, het moet lang staan. Je moet er best wel lang plezier van hebben. Dit zijn metalen frames, die heb ik in Duitsland gekocht, metalen frames van sterren. En die zijn opgevuld met sisal. En sisal is eigenlijk van een kokosboom, de bast daarvan. Die is heel draderig. En als je die kun je eigenlijk helemaal uit elkaar trekken, net als watjes, zou ik maar zeggen. Omdat stof is, kun je er ook makkelijk dingen aan vast lijmen, is mijn ervaring. En je kunt het met die kun je makkelijk verwijderen. Eén is niks, twee is mooier en drie is natuurlijk optimaal. Het sisal zelf ruikt een beetje muffig, dus daar ook weer lekker om er een geurtje op te spuiten. Hè? Ja, ik vind kerstmis het toch iets met geuren te doen. Hè? Als je in Keulen over de kerstmarkt loopt, dan komt de aroma natuurlijk goed. Dan ruikt je overal heerlijke dingen. Kerstballen mogen er niet aan ontbreken. Dus u ziet, ik heb de hele avond nog niet met geen één draadje gewerkt. Kan natuurlijk wel, maar ik zeg ook, ik vind het een beetje overbodig. Je steekt er het piepschuim mee kapot en na de feestdagen haal ik er gewoon alles weer vanaf. En doe ik alles weer in een doos en klaar is Kees. En de piepschuim is onbeschadigd en doe ik er draad in. Dan weet ik gewoon uit de vuin dat daardoor veel kapot gaat. Kijk, dat is een nadeel als ze alles zien, hè?